Yo mensen, mijn naam is Sven. Mijn naam is Koen. En vandaag gaan we toeren op twee luxe quads. Let's go. Oké, het is vandaag redelijk goed weer. Ja. Maar we hopen eigenlijk op heel goed weer, maar omdat we bang zijn dat deze quads uiteindelijk heel snel verkocht worden. Want ze staan te koop inderdaad. Ja, ze staan twee quads. Wij willen ze gewoon nog heel graag even testen en reviewen. Want er zijn dus twee quads hier te koop. Ja. En die hebben alles erop en eraan. Echt. Ja. En die zijn bedoeld om lekker te toeren. Ja. Noem het maar op. Op kenteken, Bluetooth speaker, verlichting, handwarmers. Het is alles. Echt, twee zitter is het. Vandaar. Twee zitten, goeiedag heren. Goeiedag. Die kunnen dan mee op de quad. Op de quad, ja. Hij is echt bedoeld om te toeren. Ja. Dit is niet iets wat wij zelf snel zouden gaan kopen, want wij willen het crossen. Het is gewoon iets heel anders. Maar dit is echt gewoon echt door de monden, denk ik ook echt. Ja, echt dit. Luxe. Ja. Dus we gaan even naar de quad en weten we ook waar we over praten. We zijn weer bij de quadwinkel. Ja, we zijn weer bij de quadwinkel. En daar zijn ze ook te kopen. Dus je kan op de website bij hun dan even checken. Ja, ze staan dan ook echt nu te koop. Ja, inderdaad. Oké, we zeiden ze staan misschien nog op de website, maar mits ze verkocht zijn, hè? Ja, klopt. Als ze verkocht zijn, dan niet meer. Ja, het gaat heel hard. Maar het gaat om twee quads. Het zijn deze twee quads. Grote dingen, hè? Dit zijn echt en dan mega kan je ook nog achterop zitten, gewoon chill. Ja, en je hebt zo zeg maar dit. Dus het is echt de kids. En wat die heeft, die is helemaal ziek. Want die heeft een Bluetooth speaker. Ja, dit is zeg maar een lichtbar. En hier zit een Bluetooth speaker bij. Alle ins en outs. Laten we even zien, want ze worden nu naar buiten gereden. Ja. En dan gaan we alle ins en outs even laten zien. Ja, deze heeft ook nog eventueel gordel. Dus dat zou betekenen dat zonder je zonder helm kan. Maar dat is aan jezelf of je dat verantwoordelijk vindt, wij ja of nee. Wij gaan het niet doen, nee. Wij willen liever een helm op. Ja. Maar als jij chill vindt om dat wel te doen, dan is die dan optie kan er. Lekker in de zomer, ja. Je haartjes goed en precies, dan kan het. Inderdaad. En ze staan hier. Jullie hebben wat shots gezien over de twee quads. Prachtige ding. Echt prachtige ding. Ja. Welke ook prachtig zijn deze, die is net verkocht. Ja, weer een Raptor. Weer een Raptor, echt heel ziek, vet. Hè? Maar het gaat nu eventjes om deze. Eventjes een kleine informatie. 2-cylinder, 80 pk. Ja. 1-cylinder, 40 pk. Dus dat is echt wel een verschil. Een Dusso CC, oftewel duizend cc. Ja. En 700 cc. Juist, kijk eens lekker. Hey, goed ingelezen. Ja, ze staan ook op de site. Hè? Alle opties die hierop kunnen, oftewel die hierop zitten, kunnen ook hierop. Ja, zoals dus koffers, boksen en je was zelfs helemaal dat je een huisje op kan bouwen. Alles. Echt alles. Bizar. Je kan het zo gek maken als je. Trekhaak. Heb je dit nodig om te vissen? Dan kan er vast wel iets ook voor vishengels geregeld worden. Alles. Dus, maar wij gaan lekker toeren. We gaan de quads vullen met spullen. Dus hier gaan we onze spullen in doen. Dat is wel top hoor. Dat je gewoon ruimte. Je hebt gewoon ruimte. We hoeven niet meer met rugtasjes te doen en noem maar op. We gaan lekker toeren. Ja, we gaan het meemaken. En, nog een dingetje. Staat hem eens voor de grap. Deze. Ja. Gaat hij? Yes. Ja. En die is een stuk zachter. Ja, dat is serieus. Ja, precies. En die heeft ook alle dempers op en allemaal. Ik weet niet of het hier ook op zit trouwens. Maar deze is een stuk stiller. Ja. Echt een stuk maar stiller. Maar deze is wel weer sneller. Ja, zeker. En je kan hier echt gewoon als koning met je handjes hier zitten. Ja, we gaan ook af en toe even omwisselen. Ja, dit was leuk. Dit was heel vet. Ja. Hij is echt comfortabel. Ik heb warme handjes. Ja, heb je verwarming? Die motor wordt warm, dus je stoel is ook verwarmd. Ja, en we zijn weer in een prachtig bospaadje nu. We kunnen gewoon lekker even toeren, rondjes rijden. Hij is heel stabiel. Ja, hij heeft een begrensd tot 100, heb ik gemerkt. Oh, echt tot 100? Dus hij bij 100 dan. Wij zijn wel wat harder gegaan. Ja, die gaat wel hard, hè? Ja. Maar ja, echt heel erg dik. Heel degelijk. Gewoon heel sterk. Ja, hoe zit het achterop? Deze echt kapot goed. Ik hoef hem niet eerst vast te houden. Ja, is ook. Ik hoef hem niet vast te houden. Die zit gewoon andersom. Maar jij had dit in je rug. Ja, liep je een soort van op. Ik chill me. Je zit gewoon te chillen. Ja, heel erg vet. Ferrari net naast ons. Ja, begint wel te regenen nu. En een beetje modder. Is ook niet verkeerd. Zullen we die kant uitrijden? Ja, is goed. En dan wisselen? Ja, is goed. De bagger. Ja, ik ga er doorheen. Een thumb zo daar ook, tussendoor op je. Tussen. Op je voeten. Nou, dan gaan we ook nog een keer. Ik ben nat. Jij bent
vies. Ik heb een nat voetje. Het is wel vet hoor. Ja, geen probleem. Heel sick. Beukt er maar zo doorheen. Tuurlijk, dit is niks joh. Dit is echt niks. Nee, echt niks. Moet jij hem nog pakken? Ja, is goed. Daar gaan ze. Oké, jongens, we zijn weer aangekomen. We hebben net lekker op de quad gereden. Het is niet lekker weer. Het is niet lekker weer, maar ze zijn er wel voor bedoeld. Ja. We kunnen door een modder heen ragen, alles erop en eraan. Je zit niet vast. Nee. Echt niet. En dit is niks hoor, voor die quad. Serieus, want het is echt zo lijp. Ja. Zo vet. Alleen jammer van het weer nu. Ja. Want we willen nog allemaal andere dingen doen, maar dat gaan we misschien... Even een ander keertje misschien. Een andere keer. Even wachten tot het wat beter weer is. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo hoor je ons beter, denk ik. Ja, ik heb hem wel nog op, want ik heb hem al helemaal dicht. Maar We zijn er weer. Nieuwe dag. Prachtige zon. Heerlijk weer. Beter weer kan niet. Vorige keer hebben we even een beetje slecht weer met regen en allemaal andere dingetjes. Hebben we hem getest? We hebben hem zeker getest. Hoe we in de modder moeten gaan. Zeker. En nu gaan we testen hoe je heerlijk een hamburgertje kan halen. Hoe je lekker genieten van het zonnetje. Precies. Heerlijk genieten van de muziek. We gaan alles meemaken. We gaan alles meemaken. Laten we beginnen. Heb je er zin in, Timo? Tijd jongens om te tanken. Het leukste, tanken. Ben benieuwd hoeveel liter erin gaat. Ja, die van jou is echt leeg. Die van mij één streepje. Ik heb echt nog wel wat erin. Ik ben benieuwd. Ja, volgooid 98. Hoe duur is dat geintje tegenwoordig? 2,17. Oh, 2,17, valt mij. 2,17. Ja, voor 98. Er gaat nog wel wat in. Er gaat zeker nog wat in. Kijk eens, 8 liter, 9 liter, 10 liter. Nou, nu komt het heftigste denk ik. Klein tank. Oh. Hij redt dat niet één. Ja. Deze is wel vol hoor. Ja? Wat hierin ging op 3/4, gaat hierin er bijna leeg. Ja, is helemaal vol. Huh? Nee joh. En die voor ons is nog 3/4, hè? En daar gaat gewoon meer in. Ook leuk. Ah, nou, dat is Maar heb ik nog verborgen streepjes of zo? Dat denk ik, ja. Hij was tot E. De McDonald's. Let's go. Let's go, ik heb honger, jongens. Naar de Mackie. Ik sprong! Hey, goedemiddag, dag Ieper. Hey, goedemiddag. Heb je voor mij 2 McFlurry M&M's? 2 McFlurry M&M's? Ja, met met wat voor saus? Chocolade. Jongens, dit is toch mooi. Gewoon bij de McDonald's even een kippie halen en een ijsje. Ja, is fantastisch. Het is ook echt prachtig weer nu. Heerlijk. McFlurry's, eentje Oreo karamel. Snickers karamel. Dankjewel. Okay. Ja. Dank je, werk ze. Och, lekker eten. Het maakt zoveel lawaai. Ja, het maakt echt wel heet. Ik denk echt op deze heb je geen handschoenen nodig ook. Nee. Dit is zo warm. Dit is zo chill. Ziek. Lekker bij de Mackie jongen. Ja, lekker eten. Ik ben lekker aan het eten. Ja, je zegt, wow, kijk dit. Check dit. Jij kon het niet laten zeker, die nieuwe iPhone. Het zal je maar gebeuren. Zo. Hij is echt kapot geslagen. En best wel een tijdje geleden, want het is nog helemaal nat van binnen. Is wel fucked up. Zeker. Maar wel sneller ook. Ja, daarom laat nooit je spul achterin. Nee. Ik hoor net Timo met de DJ. We hebben muziek. We kunnen hier alles besturen. Typisch McDonald's, hè? Ja, echt. Oh, harde muziek. Hij kan echt hard. Doe hem eens hard. Ja, wat een geluid, hè, dit ding.
Het is hard, hè? Heel hard. Het is heel hard. Oren gaan, hè? Je hoort hem helemaal nog in de pet. Kijk of je de bocht om is of je nog steeds hoort. Komt ie aan. Zo, dat hoor je heel hard. Heel hard. En die muziek ook echt. Hoor je dat? Ja. Lekker door de modder heen rachen, want ze zijn veel te schoon. Veel te schoon. Veel te schoon. We gaan ervoor. Let's go. Oké, jongens, we gaan vies worden. Tegen een tak aan. Ja, echt net aan. Echt net tegen deze. Oh mijn god. Ik zou de accu er even uitlaten, anders maak ik de kost uit. Oh, echt net. Oh hoor. Shit. Oh shit. De mini. SD is safe. Portemonnee of iets. Ook echt gewoon. Precies. In het water. Ja, ook echt. Oh. Oh. Propelletje stuk. Maar echt alles ging goed. En toen keek ik even waar jullie waren. Ja? Dus ik let geen seconde. Is het ergens? Oké, ja? Kijk. Bam. Meteen. Maar wat was het? Die dunne tak. Zo'n deze dun takje. Hier al. Ja, deze hier al. Nee. Ik deed expres laag. Niks aanraken. Maar ik denk dat er niet heel veel aan de hand is. Hij viel ook niet hoog. Of, nee. Of hij viel ook niet... Dus de gimbal zou niet stuk zijn. Alleen het water is eruit. Maar dat is... Ja. Hallo. Zo. Wat een rust. Ja, dat ding maar echt tering van herrie hoor. Ja. We hebben de beelden. Hij staat ook wel op GoPro denk ik dat hij gewoon tieft. We zaten vast, hè? De grond in en de straal mag gekomen. We zaten echt bijna vast. Ja, ik heb alles maar ik zat de hele tijd zo, de hele tijd. Maar heb je hem kunnen saven? Ik heb niet op record save gedaan. Doet hij zelf wel denk ik, maar toch? Maar ik denk dat hij nog niet... ik denk nog niet per se dat hij kortsluiting heeft gemaakt. Hij lag zo kort in. Ja, we hebben meteen die bakje eruit. Het was met één gerend en... Meteen die accu eruit. Want ik besefte het geen eens, want ik zag iets vallen. Ik dacht, nee, dat is die drone. En precies net voor het zand. Maar je stond ook echt close nog wel. Ja, ja, maar dat is het hele ding. Ik was close. Ja. Dus ik dacht, ik kan normaal kijken. Ja. En toen zag ik hem niet, toen keek ik en toen viel hij. Maar één zo'n simpel takje, hè. Ja, want hij viel niet hoog. Nee, hij viel niet. Ja, echt heel kut. Want ik rende er al heen toen hij neerstortte. Ja, ja, ja. En toen was het echt... Want hij crasht ook niet hard. Nee. Hij tolde gewoon. In de modder en toen in het water. Ja. Maar laten we hopen dat hij waterproef is. Dat hij, ja. Dat hij niet nat is geworden. Even op de kachel. Nou, dat is ook niet handig, hè? De rijst. Ja. Ja, nou, pannetje met rijst, hè? Ja. Hij viel eerst zo en toen zo ja, in het water. Ja, het was echt zo van, eerst oh hij is safe. Toch niet in één keer. Ja, ik ga naartoe rennen en ik hoop dat jullie de beelden hebben gezien. Want het zijn prachtige beelden. Ja, en die hebben we opgeslagen ergens. Ook misschien op je telefoon staan. Nou, dat zou nog best kunnen. Oh. Vind my drone, kan ik nog doen. Waar is hij? Detect my drone. Oh, de laatste beelden zijn dat, of niet? Ja, nou, het is ook echt. Hij is wel even in paniek. Oh, kijk. Hey! Vind me er heel kijk, vet. Heel hè? Vet, dit zijn die beelden. Kwaliteitsbeelden, alles voor hoor. Kijk, hier keek ik. Oh, en toen dacht je. Ja, zag je? Oh, oh en daar stopt hij ook echt. Ja. Laten we erin gaan rijden. We gaan vies maken. Timo, we gaan vies. We gaan heel vies. We zaten net al bijna vast, hè? We hebben echt een diepe kuil geraakt. Ja, en dat echt is steeds diep. Modderstraat. Ja, we zaten echt diep. Echt niet normaal. Dus daar nog een die-out. Gaan we wel met zijn auto er doorheen? Oh, kijk, we gaan. Deze ramt hem er zo doorheen. Hoppa! Die is niet bang hoor. Hij gaat vies worden. Kijk hem! Hoppakee! Hij ramt hem er zo doorheen. Daar gaan we. Thank you.
Oh, oh yo! What the fuck? Jullie zijn heel vies. Holy. God. Jij hebt veel zand in je mouw. Zo, mel. Dit is niet normaal. Ah, helemaal. Holy. God. Ja. Zullen we ruilen daar? Dat jij ja, ook is goed, hebt ja. Zo. Holy. Ja, daar gaat je jas, ben ik bang. Schoon, deze zei ik nat, die ook, dus dat maakt niet uit. Timo gaat weer mee, hè? Oké, ik ga daar staan. Dit wil je met zo'n kwal doen. Ja. Zo. Gezicht ging lekker vies. Alles bloedjes. Timo heeft elke rit meegemaakt. Ja, we sprongen ook één keer bijna met vier mannen los. Ja, de plas wordt wel steeds minder. Ja, dat wel. Het is minder water en meer schansjes. Meer schansjes, ja. Ja, ja. We gaan afspoelen. Onszelf of de kwad? De kwad. Oké. Okay. Wij gaan lekker douchen. Ja. Die denkt dat is mijn wasmachine. Ja. Hoge druk erop. Flink wat hoge druk. Ik ben blij dat we gekozen hebben om eentje schoon te houden. Ja, want dit is werk hoor. Dit is genoeg werk. Nou, gauw terug. Ja. Oké, jongens, we zijn weer aangekomen, we zijn weer helemaal schoon. Ja. Wij zijn helemaal vies. Ja. Alleen, wij hebben hem helemaal schoongemaakt, maar de winkel zelf zegt, ja, maar we gaan hem nog extra schoonmaken. Ja, precies. Weer alle, ja, ze gaan alles voor weer de aankijken. Verkoop natuurlijk. Uiteindelijk voor de verkoop. Bedankt dat we deze eventjes mochten lenen en dat we er gebruik van mochten maken. Ja, echt prachtige dingen. Ja, we hebben ze getest. We hebben ze getest, echt ja. We hebben al een beslissing genomen voor een quad, maar ik zou bijna twijfelen nu we hierop hebben gereden. Want het is echt perfect. En helemaal met vier man, je kan gewoon zitten als een koning op dit ding, ook daar. Ja, het is echt perfect. Ja, deze is eigenlijk bedoeld voor één persoon, hè? Die is één persoon, maar je zit echt prima. Het zou kunnen, ja. Maar het is niet voor bedoeld. Nee, maar ik met dit... Hoe dat, maar deze is wel echt... Ja, zo'n stoeltje, handvatjes. Het is echt, ja, ik weet niks, maar ook echt niks slecht om over te zeggen. Echt niks. Nee. Hij ramt hem door de bagger heen, hij is hard, hij is snel. Perfect. Hij trekt op, automaatje lekker. Alle info, check even kwadwilco.nl. Daar check, kan je alles zien, de prijs, wat er allemaal extra aan opties op zit. Zullen er genoeg dingen zijn die wij nog niet verteld hebben. Het is super leuk om te spelen met de 4x4 en de achteruit. Want dan kan je lekker driften door het voordeur heen. Of 4x4, ram je hem in z'n doorheen, word je hartstikke vies. Dat wel. Ja, en die, hè, gewoon echt zoveel opties tot aan de speakers en handwarmers. Dat is heerlijk. Die handwarmers zijn wel echt top. Dat is echt heerlijk. Dat is wel een puntje die deze niet heeft. Deze heeft wel echt wel handwarmers nodig. Ja. Oh, en een bak. En een bak voor spullen, dat is ook ideaal. Die eigenlijk eindconclusie. Ja, fantastische dingen. Ja. Nee. Maar wij hebben toch voor iets anders gekozen. Laat het weten wat jullie denken dat wij hebben gekozen. Mits die misschien al online staat, dat we het al hebben. Want ik weet niet wanneer ze binnenkomen. Nee. Mensen, vanaf het kijken. Later.